Alto is op 100 meter van het startpunt. Start is gevallen. Paarden zijn onderweg. Fleur Zwageman kan hard beginnen. Doet dat ook. En Fleur Zwageman neemt de leiding op de tweede plaats. Daarachter ligt Fleur Starleek. Een fleurig geheel voorin. En Fleur Starleek gaat gelijk door naar het tweede spoor. Daarachter Heren Speukenswijk. Fleur Starleek springt weg. Fleur Starleek maakt een fout op het moment dat hij naar buiten wordt gestuurd. En daardoor gaat nu de werkgever van Vin van Kijk. Galop nummer 2. Zelf in de achtervolging op de leider met Heren Speukenswijk. En die gaat zometeen de leiding overnemen. Heren Speukenswijk komt er hard aan de buitenkant. En neemt nu de leiding over van Fleur Zwageman. Derde plaats daarachter is voor Elko Korrel met Cassandra D. Zo zijn de paarden in de rechterlijn overzijde. Vlotte beginfase. Vierde plek daarachter is voor Gibson Boko. Vijfde Schrift Junior. En op de zesde plaats ligt Benji Boy. En een paar lengte daarachter Fleur Starleek. Opening 1.13.4. Paarden gaat de linkerbocht in. Het gaat geen 13 meer nu. Het gaat ietsje langzamer. Maar de leider blijft wel dezelfde. En dat is Heren Beukenswijk. Heren Beukenswijk, Fleur Zwageman. Daarachter op plaats 3 Cassandra D. Vierde plek ook aangesloten Gibson Boko. Dan volgt Griff Junior. Precies wat Rotegatter had gezegd. Hij rijdt hem uit het veld. En daar heb je geen keuze met Benji Boy. Die wordt altijd vanuit het veld gereden. Bijna altijd. Heeft één keer de kop gehad, als ik me goed herinner. Maar is vandaag niet het geval. Hij ligt laatste van het peloton. Het langgerekte peloton. Dat voor de tribune komt. En precies dezelfde plek als waar hij de vorige keer ging, gaat hij nu weer. Gibson Boko gaat de leider aanpakken. Gibson Boko, Heren Beukenswijk ziet hem komen en rijdt mee. Tussentijd was 16-9. Gaan de rechterbocht in, de runnersbocht. En daar breekt Gibson Boko een beetje uit. Heren Beukenswijk leidt. Gibson Boko komt weer terug, zoekt hem weer op. Daarachter Fleur Zwageman, die krijgt hem natuurlijk heel mooi. Daarachter valt een klein gaatje naar Griff Junior. Die moet nu echt even wat doen, is Cassandra D. voorbij. En Benji Boy, die krijgt een dijk van een koezel, zou je dat niet zeggen. Want het gaat zo hard dat Benji Boy alleen maar harder gaat straks als de rest minder hard gaat. Dat moment gaat een keer komen, maar nu nog niet. Ze zijn halverwege de rechterlijn overzijde. Heren Beukenswijk leidt. Daar komt Benji Boy aan de buitenkant wel dichterbij. Het hele veld schuift in elkaar. En zo zijn ze op weg naar de laatste bocht. Tussentijd 13-6. En het is nog altijd Heren Beukenswijk die leidt Gibson Boko daarnaast. Daarachter aan de relingzijde Fleur Zwageman. Dan volgt Griff Junior. Daarachter Benji Boy. En zo gaan ze de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Halve lengte voorsprong voor Heren Beukenswijk. Buitenkant krijgt Gibson Boko het nu wat moeilijker. Daar komt helemaal aan de buitenzijde Benji Boy aan, samen met Griff Junior. En ze zijn in de laatste rechte lijn. Daar komt ook van de reling af Fleur Zwageman. Allemaal paarden op één lijn op dit moment. In het midden van de baan Fleur Zwageman. Fleur Zwageman in duel met Heren Beukenswijk. Daar komt Griff Junior weer aan. Griff Junior, go baby! Go, go, go! Op de streep is hij! De langs! Griff Junior, Fleur Zwageman, Benji Boy.